vanochtend hebben bewoners van de Kranshof en de gemeente Tiel en Avri bloemetjes neergelegd rond twee afvalcontainers. Moest je eigenlijk vast? Het idee is ontstaan in Rotterdam. Daar was in de wijk Tarwewijk veel problematiek rond afval, zwerfafval en ook heel veel bijplaatsingen. Daar is toen met een gedragswetenschappelijk bureau gekeken naar mogelijke oplossingen samen met bewoners. En daar is een bloemetjestapijt uit voortgekomen. Een tapijt dat bestaat uit plastic, een plastic onderlaag met plastic bloemen die goed vastgelegd wordt op de plaat rond een container. Het idee is dat de uitstraling natuurlijk heel mooi groen en wel leuk is. En dat merk je ook aan de mensen. Dat ze het heel mooi fris en vrolijk vinden. En het effect ervan is geweest, in ieder geval in Tarwewijk, dat mensen minder geneigd waren om zakken naast de container te plaatsen. Maar ze in de container te werpen. En in een jaar tijd is het aantal bijplaatsingen met 70% verminderd. Tiel heeft de primeur met de containertuin. In de Rivierenland hebben we dat nog niet uitgeprobeerd. En ik hoop dat in Tiel het effect net zo groot mag zijn als in Rotterdam.